om je studie af te ronden. Mevrouw Pijpelink, met een vraag voor u. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt een heel ongeloofwaardig verhaal wat de BBB hier houdt. Nee. Ten eerste, uit alle onderzoeken blijkt dat late selectie in het onderwijs heel goed is ter bevordering van kansengelijkheid. Dus ik zou mevrouw Van Santen willen vragen, voorzitter, hoe zij erbij komt dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat brede brugklassen niet werken. Want ik ken alleen maar onderzoeken die aangeven dat het wel werkt. Dus ik ben heel benieuwd. Mag ik doorgaan met de volgende vraag? Of wilt u hem straks doen? Het ongeloofwaardige zit hem voor mij, en daar zou ik heel graag de reactie van mevrouw Van Zandt op willen. Ze houdt een heel gloeiend betoog, en terecht, over de zorgen die haar fractie heeft over de basisvaardigheden en het lerarentekort. Die hebben wij ook. Ik zal daar straks in mijn bijdrage ook op terugkomen. Maar als ik haar dan hoor over die bezuinigingen, het antwoord net aan mevrouw Beckerman, dan zeg ik ja, dan is dat dus de bezuiniging met een mond vol over hoe ernstig het wel niet is. En dan zeg ik over de rug van onze hoop en toekomst, namelijk onze jeugd. En ook daar graag een reactie op. Ja, twee vragen in één, mevrouw Van Santen. De eerste vraag over de brede brugklassen. Ja, wat blijkt is ook dat het voor sommige kinderen misschien wel werkt, maar niet voor alle kinderen. Kinderen die al op de basisschool weten dat ze naar het gymnasium gaan. Voor hen hoef je niet 3 jaar lang nog in bepaalde brugklassen te zitten, omdat dat ook voor hun niet altijd heel stimulerend werkt. En waarom zou je kinderen gaan verplichten om zo'n brede brugklas te moeten volgen? Ik denk prima, omdat als er bepaalde scholen zijn die dat willen, dat er is. Dat die keuze er is, die keuzevrijheid. Maar dat die keuzevrijheid voor kinderen die dat niet willen, dat die daar ook gewoon is. En daar wil ik dit antwoord even bij laten. De volgende vraag, kan mevrouw Pijpelink die nog even herhalen? Want die ben ik even... Nou, daar vraag ik, voorzitter, mevrouw Van Zandt op een reactie over aan de ene kant een mond vol en terecht hebben over de situatie rondom basisvaardigheden en het lerarentekort, maar vervolgens wel doodleuk zeggen, ja, bezuinigingen zijn niet zo leuk. En mijn vraag was, ik vind dit een ongeloofwaardig verhaal en graag de reactie van de BBB daarop. Mevrouw Van Zandt. Ja, dank voor het herhalen. Wat ik net ook al aangaf, is dat we heel goed moeten kijken. En daar is mijn partij heel duidelijk in. Wij geloven heel erg dat je moet kijken naar wat wel werkt. En als je kijkt naar hoeveel geld er de afgelopen tientallen jaren is uitgegeven aan onderwijs en hoe dat ook niet heeft gewerkt. Want in de jaren 80 werd er minder geld uitgegeven aan onderwijs en was er geen gebrekkige kennis aan de basisvaardigheden zoals we die nu kennen. Dus het gaat er niet om hoeveel miljarden je erin pompt, maar dat je die efficiënt besteed aan wat wel werkt. Ook de heer Ergin heeft een vraag voor hem. Oh, ik dacht dat u dat aan mij liet zien. Oké. We houden ze nog even voor u. Daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van de termijn van mevrouw Van Zandt.